Jeruzalem wordt verwoest, de tempel wordt verwoest. En het Joodse volk wordt verspreid van daaruit over heel de wereld. Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Wat een verkeerde vraag. Er is eigenlijk geen Israël meer. We zetten nog een stap. Het jaar 135 na Christus. Er is een opstand, want er zijn altijd Joodse mensen blijven wonen daar, van ene Bar Kokhba. En de Romeinen, die dachten alles onder controle te hebben, besluiten om nogmaals op te trekken naar Israël. En ze, het weinige wat er nog van over was, wordt werkelijk helemaal met de grond gelijk gemaakt. 134 na Christus, 135 na Christus, zeggen de Romeinen dit. Die naam Jeruzalem, die gaan wij deleten. Weg ermee. Mag niet meer zo heten. Niet meer Jeruzalem, de stad van de vrede. Maar het moet gaan heten Elia Capitolina. Naar hun kapitool. Het regeringscentrum waar de macht van Rome, van het Romeinse imperium, de grootste macht van die tijd geconcentreerd was. Elia Capitolina. En Israël, die naam bevalt hen niet. En welke naam geven ze in plaats van Israël aan Israël? Weet u het? Palestina. Palestina. Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Hallo, wat een vraag. Het is verder weg dan ooit. Ik zet een aantal stappen verder. Ik zou nog kunnen noemen 1492. Jawel, Columbus, mogelijk een Joodse man, ontdekt Amerika. Maar het is ook het jaar dat het Spaanse koningsechtpaar Isabella en Ferdinand alle Joden wegjagen van wat wij kennen als het Iberisch schiereiland, te weten Spanje en Portugal. En ze moeten weer op reis en trekken onder andere naar België en naar Nederland. En uiteindelijk vanwege Columbus naar Amerika en Zuid-Amerika. Maar dan 1517. De islam is bezig met zijn uitbreidingsoorlogen. Gepaardgaande met ongelooflijke veldslagen. En wat een massamoorden zijn daar gebeurd. Door inderdaad de islam. Ik kan het niet anders zeggen. Er komt een Ottomaans kalifaat, 1517. Ottomaans-Turks kalifaat. Het is een land geworden, beheerst, kalifaat, door de islam. Dat zal 400 jaar duren, tot 1917. Had je nou gevraagd, ooit zei een onderwijzer tegen mij, of tegen de klas waar ik zat, er is één getal wat bijna iedereen weet uit de vaderlandse geschiedenis. 1600. Slag bij Nieuwpoort. Okay. Stel dat je in de slag bij Nieuwpoort, dat je had gevraagd, heren, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Had je kunnen zeggen, man, het is een Ottomaans kalifaat, joh. Denk even na. 1917. 400 jaar lang. De Turken worden bij de slag bij Harmageddon in Noord-Israël vernietigend verslagen. Door generaal Allenby, een Britse generaal. En vanaf dat ogenblik is het Ottomaanse Rijk geknakt. En als in 1924 moet Mehmed de VI, de toenmalige Turkse sultan, vluchten uit zijn paleis. Dan komt er iets heel opmerkelijks. Het wordt Brits mandaatgebied. En er komt een man, Arthur Balfour, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, wiens moeder een christen was, die ooit had gezegd, zoon, kan het zijn dat de Almachtige God jou wil gebruiken om zijn volk naar het beloofde land te brengen? En er komt de verklaring van Balfour, die eigenlijk de basis wordt voor de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land, waar je ook al in 1898 een congres in Basel over had gehad. En in 1924 ook is er het congres van San Remo, waar de toenmalige Volkenbond zegt, de voorloper van de huidige Verenigde Naties, het Joodse volk moet terug kunnen
naar hun eigen land. En als je toen had gevraagd, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koningschap weer herstellen, of het koninkrijk, die woorden kun je beide daarvoor gebruiken, had je kunnen zeggen, hé, 2000 jaar later, wauw, maar, en dan gebeurt er iets. Er komt een boek uit van een Duitse officier die was verwond geraakt in de Eerste Wereldoorlog, die een schampschot langs zijn hoofd had gekregen en het litteken daarvan bedekte met een haarlok. We kennen denk ik allemaal zijn naam, Adolf Hitler. Hij schreef een boek, Mein Kampf, waarin hij dit zei. Hij zei dit, en daar ben ik het uiteraard totaal niet mee eens, dat begrijpt u, maar dit is de quote van zijn duivelse leerling. Hij zei dit: er is maar één soort van kakkerlakken en ratten op de aarde, en dat zijn de Joden. En hij zei dit: als wij in de Eerste Wereldoorlog, Duitsland, 10.000 Joden vergast hadden, hadden wij die oorlog gewonnen. En we weten wat er is gebeurd, lieve mensen. Er woonde in die tijd, toen dat boek uitkwam, in de 30er jaren van de vorige eeuw, ongeveer 10 tot 12 miljoen Joodse mensen in Europa. Nogmaals, ooit verjaagd vanuit hun land. We weten hoe ver Hitler is gekomen. 6 miljoen doden, waaronder 1,5 miljoen kinderen. En de hoop die was ontstaan. In 1917 en 1924 werd de bodem ingestampt met dreunende soldatenlaarzen. 1,5 miljoen kinderen. De oorlog eindigt. En stel dat iemand de moed had gehad om te vragen, Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Hadden mensen misschien gezegd, nou moet je eens een keer ophouden met die vraag, man. En op 14 mei 1948 werd de moderne staat Israël uitgeroepen. En u en jij en ik zijn daar tot op de dag van vandaag getuige van. En het antwoord op deze vraag, Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël, mogen wij zeggen, ja. En niets of niemand houdt dat tegen. Geen duivel of hel. Maar, precies zoals wij gezien hebben, jawel, dat durf ik, moet ik wel zeggen, zien wij dat de geestelijke strijd als nooit tevoren woedt, waarbij het er bijna op lijkt dat de tegenstanders in de Tweede Wereldoorlog, tegen onder andere Japan en Italië en natuurlijk Duitsland, dat die nu meer pro-Israël zijn dan de oorspronkelijke geallieerden, vind ik een heel apart iets. Maar lieve mensen, en ik heb gisteren een gesprek opgenomen bij Christen voor Israël met Sarah van Oort erover. Ik ben bewogen, jawel, bewogen met die jongeren daar in Amsterdam. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. En weet u waarom? Omdat, en dan kijken we nog terug naar Jeremia, omdat er een moment komt wat we verstaan in de laatste tijden, waarin dit door de Heere God gezegd wordt in Jeremia 31. Zo zegt de Heere, zing vrolijk over Jacob met blijdschap, juich om het hoofd van de heidenvolken, laat het horen, prijs hem en zeg, verlos uw volk Israël, het overblijfsel van Israël. Hier is een bede en dan zegt God dit, zie, ik doe hen komen uit het land van het noorden, ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde. Onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar. Met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. Ik zal hen leiden. En dan zegt hij, verkondig dit in de kustlanden van ver weg. En zeg het volgende. Hij die Israël verstrooid heeft,
zal het weer bijeenbrengen en het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. En dan geldt dit tenslotte. Zacharia, waar dit staat. Wie Gods volk aanraakt. Ik zet even mijn bril af en ik zal het niet zo demonstreren, maar die raakt zijn oogappel aan. Dat is uitermate pijnlijk. Wie Gods volk aanraakt, en ik weet het, de openbaring van de Heer Jezus aan hen opnieuw moet nog gaan komen. En ik hoop dat het nog vanavond is, maar hè. Maar wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Weet u, het valt mij op dat mensen vinden het geweldig, ik ook, om gezegend te worden. Er is een principe in de Bijbel over het zegenen. De Heere God zegt, wie het nageslacht van Abraham, en Abraham, Isaac, Jacob, zijn volk, zijn land, zegent, die zal gezegend worden. Maar wie het vervloekt, die zal vervloekt worden, lieve mensen. Wij leven in ernstige tijden. Als er ooit het gebed en de verootmoediging nodig is, Heere, dan bid ik ook voor die mensen daar in Amsterdam, die nota bene meeriepen. Studenten, stel je voor, de toekomst van Nederland, zou je zeggen. Die riepen dat er op 7 oktober de massamoord die plaatsvond. Dat er zulke mooie dingen gebeurd waren. Wat, lieve mensen. Niets of niemand houdt tegen dat het koningschap en het koninkrijk van Israël terug is gekomen. Er is nog één ding, ik moet zeggen één persoon die ontbreekt, die verwacht wordt. Namelijk een koninkrijk, en daar gaat het over in Handelingen, dat heeft nodig een koning. En zijn naam is Jezus. En hij brengt zijn volk thuis. En zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Maranatha, kom, Heer Jezus. Amen.